jongeren registreren zich voor vakantiejob. Surinaamse robot goed voor 49ste plek. En muziekboek Pikin Poku gelanceerd. Goedenavond, hier zijn we er weer met een nieuwe uitzending. De registratie voor een vakantiejob is vandaag gestart bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Dit jaar kregen 1100 jongeren tussen de 15 en 24 jaar de kans om te werken via dit ministerie. Met hun ID-kaart, studentenpas of schoolverklaring staan de jongeren in de rij bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Deze jongeren willen graag werken in de vakantie en zullen via het ministerie ingezet worden. Bij verschillende bedrijven, sociale instanties en overheidskantoren zullen de studenten dit jaar schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het is voor ons belangrijk dat jongeren op een goede manier, zinvolle manier hun vrije tijd besteden. En in de vakantie is een beetje, ze hebben veel tijd, dan bieden we dan de ruimte aan ze om wat geld te verdienen, zodat ze hun eigen dingen kunnen kopen en ook om te leren. Hoe het is om te werken, ervaring op te doen en hoe ze om moeten gaan met andere mensen in een werkomgeving. Dat zijn de dingen die ze allemaal leren in de periode. Zo, ik heb me opgegeven omdat ik een vakantiejob wil tijdens de vakantie. Ik wil het hebben omdat ik iets wil verdienen in de vakantie. Niet zomaar thuis zitten, thuis blijven. Wel een beetje actief zijn. Ja. Het is heel simpel aan toegegaan. Je moest gewoon je naam doorgeven en je documenten meenemen om te registreren. Dit krijg je bij het registreren is je aanmeldingsbrief. Daarop staat wanneer je moet aanmelden, om hoe laat. En dit moet je tonen om in aanmerking te komen voor een werk. Een vakantiejob hebben levert jou niet alleen wat extra centjes op, maar kun je ook heel wat werkervaring opdoen. Dat betekent dat je alvast kan zien hoe het in een bedrijf aan toe gaat, wat voor werkzaamheden die mensen doen en waarmee je allemaal rekening moet houden tijdens de werkuren. Ik heb vorig jaar wel meegedaan. Ik heb gewerkt bij Tamara's kinderthuis. Het was leuk daar. Ik moest schoonmaken, harken, dus van alles zo'n beetje. 10 dagen lang zullen de jongeren ingezet worden om schoonmaak, logistieke en administratieve werkzaamheden te verrichten. Aan het eind van hun vakantiejob zullen zij 500 SRD ontvangen. Met geld die ik ga verdienen, ga ik mijn schoolspullen kopen voor het komende schooljaar. Ik ga met dat geld een nieuwe telefoon kopen. De registratie is voor iedereen tussen de 15 en 24 jaar. Ben jij jonger dan 15 jaar, dan heeft het ministerie ook voor jou activiteiten gepland in de vakantie. We hebben de educatieve dagtochten waarbij we met de jongeren gaan naar bedrijven en ze leren en ze krijgen presentaties van die bedrijven. We hebben ook vakantiekampen die we organiseren, dat we met de jongeren richting buiten de stad gaan. En we hebben ook de vakantiescholen in de verschillende buurten waar de kinderen uit de verschillende buurten naartoe kunnen gaan om te tekenen, schilderen, zingen. Genoeg te doen in de vakantie dus. Wil jij weten wanneer de activiteiten plaatsvinden? Volg dan de krantenartikelen. De registratie in Paramaribo duurt tot en met vrijdag. Na de registratie wordt er een informatieavond gehouden. Dan krijgen de geregistreerde jongeren te horen in welk bedrijf ze gaan werken. In ons korte nieuwsblok van vandaag hebben wij wat leuke dierenweetjes voor jullie. Maar eerst vertellen we over de Surinaamse robot die mee heeft gedaan aan een internationale wedstrijd. Suriname heeft met haar robot Zweeftikkie de 49ste plek behaald tijdens de Robotics Challenge. Aan deze internationale wedstrijd hebben 163 landen meegedaan. De drie Surinaamse jongeren, Ivana Codrington, Ajan Jagru en Chayen Sital, hebben zelf een robot gebouwd genaamd Zweeftikkie. Tijdens de wedstrijd moesten de robots het tegen elkaar opnemen in 6 verschillende wedstrijden. Suriname kreeg in totaal 480 punten en plaatste zichzelf hiermee op de 49ste plaats van de 163 landen. Buurland Guyana kwam op de 10e plek en Nederland op de 139ste plek. Volgend jaar worden deze wedstrijden in Mexico gehouden. Het doel van dit jaarlijks terugkerend evenement is om interesse voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde bij jongeren over de gehele wereld te stimuleren. Leuke dierenweetjes. De uil.
is een nachtvogel. Er zijn tot nu toe 200 uilsoorten ontdekt in de wereld. Een groep uilen wordt een parlement genoemd. Uilen kunnen hun hoofd 300 graden draaien. Een dolfijn. Een dolfijn is geen vis, maar een zoogdier dat in het water leeft. Dolfijnen zijn zeer intelligent als je vergelijkt met de andere diersoorten. Vrouwelijke dolfijnen worden koeien genoemd. Mannelijke dolfijnen, stieren. En de kleintjes worden kalfjes genoemd. Dolfijnen ademen via het klein gaatje op hun voorhoofd. Een paard. Paarden kunnen zowel liggend of staande slapen. Een jong paard kan enkele minuten na de geboorte al rennen. Paarden kunnen 44 km per uur galopperen. Ze kunnen heel snel rennen. Het snelste record is tot nu toe 88 km per uur. Een slang. Er zijn meer dan 3000 soorten slangen op de wereld. Je hebt gifslangen en wurgslangen. Slangen zijn vleeseters. Ze kunnen niet kauwen, dus moeten zij hun eten heel slikken. Slangen ademen uit hun neus, maar ruiken met hun tong. Door deze spleettong kan hij beter ruiken waar zijn prooi precies is, als hij nou links of rechts is. Met het muziekboek Pikimpoku zijn oude Surinaamse kinderliedjes weer tot leven gebracht. Afgelopen weekend is dit tweedelig boek gepresenteerd. Wij waren bij de generale repetitie. Adjossi, 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 misa mitaje. Adjossi, 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 misa mitaje. Pikimpoku, een festival voor Surinaamse kinderliedjes dat werd gehouden in 1988 en 1991. Sinds die tijd is er niet veel meer met deze liedjes gedaan. Nu wil de organisatie Stichting Pikimpoku er nieuw leven in blazen. Er is een boek gemaakt met alle liedjes van de festivals uit de jaren 80 en 90. En er komt weer een festival. Ik vind het leuk, interessant, spannend. Mijn favoriet lied is Arab Makan en Vruchten. En ik vind het inspirerend, ik vind het geweldig en ik ben zo enthousiast. Mijn naam is Lael en ik zing in het koor van Sint Clemens School en onder leiding van juf Shakita en ik vind het heel leuk om mee te doen. En tegenwoordig heb ik geen kinderliedjes voor Surinaamse kinderen. En er zijn ook geen Surinaamse kinderliedjes. Dus als je een kind zou vragen om een liedje te zingen, dan krijg je alles wat rare dingen. Maar geen kinderliedjes. En wij hebben toen gezegd, weet je wat, dan gaan we de liedjes die toen zijn opgenomen in een boekvorm uitgeven. En zo gaan we proberen die boekjes op de scholen te krijgen, zodat die kinderen echte Surinaamse kinderliedjes kunnen leren. Liedjes die hun aanspreken, die gericht zijn op de belevingswereld van het Surinaamse kind. Weet je, en we hebben verschillende culturen en er zijn ook verschillende cultuurelementen. Zo hebben we Alkaanse liedjes, Saramakaanse liedjes, Hindustaanse liedjes, Javaanse liedjes, Surinaamse liedjes, weet je, Nederlandse liedjes. We hebben een heleboel mix door elkaar. Het boek presenteren is voor de stichting de eerste stap om het festival weer te organiseren. Het Pikimpoku Festival kan je zien als een soort van Suripop, maar dan voor kinderliedjes. Daarom zal het festival ook om de 2 jaar georganiseerd worden. Maar voordat dat gebeurt, zal de stichting eerst workshops geven aan diegenen die een kinderliedje willen schrijven. Zodat mensen weten waarop ze moeten letten wanneer ze kinderliedjes maken. Weet je, we gaan een aantal dingen, culturele aspecten, taalaspecten en zo, gaan we allemaal erbij nemen in de workshops. Om de muziekboeken op school te introduceren, heeft de stichting al gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs. Ook de First Lady Ingrid Bouterse-Waldring staat achter dit idee en heeft daarom het project geadopteerd. Het eerste Pikimpoku Festival is tot nu toe voor 2019 gepland. Eerst volgt de workshop over hoe men een kinderliedje kan schrijven en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. Dat was voor vanavond. Wel te rusten en tot morgen. Doei!